belangrijke competenties die je als doktersassistent moet hebben? Ik denk dat je goed communicatief moet zijn. Dat je netjes bent, dat je gewoon netjes je statusvoering bijhoudt. Oog voor detail ook. Als je je werk voorbereidt, dat je ziet van hey, een uitslag mist, dat moet nog eventjes achteraan. Dat je je kan inleven ook in de patiënt. Ook wel stressbestendig, soms dan is het druk en dan wordt er aan alle kanten een beetje aan je getrokken. Ik denk dat dat het wel.